Goedemorgen, van harte welkom op de locatie Keuring bij Stal van Kadiek bij de familie De Boer. We hebben vandaag 9 merries te keuren, 7 veulenboekmerries en 2 stamboekmerries voor graadverhoging. Mijn collega vandaag is Will Tyson. Also, good morning to our viewers from abroad. We are at the inspection at location at Stal van Kadiek, family De Boer. We have 9 horses to judge, 7 full book mares and 2 stud book mares for upgrading. And we start with number 1. It's a 4-year-old full book mare, height and width is 164. We starten vandaag met nummer 1, een 4-jarige veulenboekmerrie met een schofthoogte van 1,64 meter.
balkje opstellen? Ja, voor het balkje maar.
de uitslag van nummer 1. Een merrie met voldoende rasuitstraling die in de bouw iets driedelig aandoet. Merrie met een voldoende verticale hals, drukt wel iets de onderhals erin. Ligt een goede schouder in met een goede lengte. De bovenlijn is voldoende gesloten, zou in de rug iets sterker kunnen. In het kruis zien we hem graag iets minder hellend. Het paard heeft heel fijn en droog beenwerk, ook beenwerk wat correct gesteld is. Zou in de hoeven wel iets royaler kunnen. In de stappen laat hij voldoende regelmaat zien, zou iets actiever door kunnen treden. Het paard draaft met voldoende buiging in de sprong, maar wel met een iets hoog ritme. Zou ik het achterbeen iets meer onder de massa kunnen brengen en het voorbeen wat verder uit kunnen leggen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number one. A mare with a sufficient racial type with a good vertical neck and a long shoulder. The upper line is sufficient. She can be a little bit more stronger in her back. The croup is sloping. She has clean legs, a little bit small hoofs. The stances of the legs are correct. In walk she is regular, but she can show more activity. In the trot she trots with a little high rhythm, but she has sufficient bending in her hock. But she could bring her hind leg more under her body. So overall we take this mare in the stud book with a third premium.
De uitslag van nummer 2. Merrie met een schofthoogte van 1,67 meter. Een hele grote, ramige merrie met veel rasuitstraling. Edel in zijn hoofd. Met een horizontale romprichting. Voldoende verticaal in de hals. Zou wel iets langer in de hals mogen zijn. Merrie met een goede schouder. Ook met een sterke bovenlijn. Met name op het lendengedeelte. Merrie met vele lengte ook in het kruis. Het beenwerk is voldoende droog. Is lang gekoot. Zou iets royaler in hoeven kunnen hebben. Merrie stapt met veel regelmaat en ruimte. En in draf toont deze merrie een heel goed achterbeengebruik. Met ook voldoende oprichting in draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 2, mare with the height at withers is 167. A mare with a very good racial type, an expressive head, a good vertical neck. Also a good shoulder with a lot of length, and she's strong in her upper line, especially on the loins. Merrie has a very has a good length in the in her croup. The legs are clean. She has a long pasterns, a little small hooves. In the walk, she is regular and has long strides. In the trot, she has a good use of her hind leg. An uphill body posture, so we take this mare in the studbook today and declare her star with a first premium.
ik weer direct hier heen rijden. Ja. De uitslag van nummer 3, dus de eerste driejarige Mary. De Mary die toch iets de jeugduitstraling mist, wel met de voldoende rasuitstraling, komt ook door de voldoende lengte in zijn hals. Mary mist toch iets de neklengte. Mary is vrij neerwaarts gebouwd, zou ook iets meer lengte in het voorbenen kunnen hebben. Mary heeft een voldoende aangesloten bovenlijn met wel een hellend kruis. Het beenwerk is voldoende droog met royale hoeven. Is iets gehoekt in het achterbeen. Mary stapt met voldoende ruimte. Zou iets actiever door kunnen treden. In draf blijft deze Mary wel op de voorhand lopen, maar heeft wel voldoende buiging ook in het achterbeen. Zou iets opwaartser kunnen lopen in een draf. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 3, the first 3-year-old full book mare. A mare with a sufficient racial type, with a long neck, a little bit short in the pole of the neck. She's a downhill build. She has a good shoulder and a sufficient upper line. Her croup is sloping. The legwork is sufficient clean. She's a little bit sickle-hocked in her hind leg. In walk she has long enough strides, but she can show a walk with a little more activity. In the trot, she is, has a good bending in the hock, but she can bring her hind leg more under her body and show a more uphill trot. This mare is taken in the stud book with a third premium. The height at withers of this mare is 1.59. De schofthoogte van nummer 3 was 1.59.
De uitslag van nummer 4, merrie met een schofthoogte van 1,67 meter. Een grootramige, langgelijnde jeugdige merrie met een hele mooie, goede voorbeenlengte. Zou in het hoofd iets edeler kunnen. Merrie heeft een lichte hoofd-halsaansluiting met voldoende lengte in de hals. Zou in de hals toch iets meer kap en, kunnen hebben. Ligt een goede schouder in met een sterke bovenlijn. In het kruis is deze merrie hellend. Het beenwerk zou iets droger kunnen. Merrie heeft een lang gehoekt achterbeen. Wel met royale hoeven. In de stap stapt de merrie met voldoende takt. Zou wel iets meer lengte in de pas kunnen laten zien. De draf is opwaarts, ook met voldoende ruimte, ook voldoende kracht. Zou iets sneller in het achterbeen aan kunnen treden, maar legt het voorbeen goed uit. Deze merrie wordt vandaag stamboek met een derde premie. Voor een hogere primering zou deze merrie toch meer kwaliteit in het beenwerk moeten tonen en ook meer ruimte in de stap. The result of number 4, a mare with a height at Withers is 167. A youthful long-lined mare with a long foreleg, with a long neck, a light head neck connection, with a good strong upper line, also a good shoulder. She has a very sloping croup. The legwork can show more. It must be more clean. She has good hooves. She has a long sickle-hocked hind leg. In the walk, she has is regular, but she can show more length in her strides. In the trot, she has a good power and good use of her hind leg. This mare is today taken in the studbook with a third premium.
De uitslag van nummer 5. Mary heeft een schofthoogte van 1,63 meter. En Mary met een voldoende jeugduitstraling, ook goed in de belijning. Mary heeft een verticale hals, zou in de hoofdhalsaansluiting nog wel iets lichter kunnen. De bovenlijn is goed aangesloten. Mary heeft ook een goede lengte in het kruis, waarbij het kruis toch wel iets hellend is. In het beenwerk zouden we toch graag iets meer kwaliteit willen zien. Is kort gekoot. De hoeven zouden iets royaler kunnen. In beweging waardeert deze Mary zich wel weer heel erg op. Mary met een goede stap, ook met een ruime stap die een goede takt laat zien. Mary draaft met een goede balans, ook met een goed achterbeengebruik. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 5, height at withers is 163. A youthful mare with a sufficient racial type, vertical neck. She can be a little more light in her head-neck connection. She has a good upper line. And sufficient length in the croup. The croup is a little bit sloping. The legwork is of sufficient quality. She has is a little short in the pastern and have small hooves. In the walk, this mare has a good walk with a good long strides and a good regular walk. In the trot, she shows a lot of balance and a good use of her hind leg. This mare is taken in the stud book and declared star with a second premium.
De uitslag van nummer 6. Schofthoogte van deze merrie is 1,62 meter. Een langgelijnde merrie die iets jeugduitstraling mist. Die ook iets edeler in het hoofd kan. Ik zou nog graag een iets lichtere hoofd-halsverbinding zien. Heeft wel een voldoende lengte in de hals. Heeft een mooi lang schouder. Ook een voldoende gesloten bovenlijn. Merrie is in het kruis erg hellend. Het beenwerk zouden we ook graag iets droger willen zien. Deze merrie is ook erg gehoekt in het achterbeen. Merrie stapt met voldoende ruimte, ook wel met een voldoende tak, maar zou iets actiever ook door kunnen treden in de stap. De draf is ook met voldoende ruimte, maar zou iets meer oprichting kunnen laten zien. Ook zouden we graag zien dat het achterbeen wat sneller en directer onder de massa wordt gezet. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 6, height at withers is 162. It's a long-lined mare with sufficient racial type. She can be more nobler in her head. Has a heavy head neck connection, good vertical neck. Also a long shoulder and a sufficient upper line. The mare is very sloping in her croup. She can show more quality in her legs, has a very sickle-hocked hind leg. The walk is with sufficient long strides, but can show more activity. In the trot, she must show more uphill trot and more bending in her hock. And she should bring her hind leg more under her body. Today we take this mare in the stud book without a premium.
De uitslag van nummer 7. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,65 meter. Een iets vroege rijpe merrie, die ook driedelig is, is vrij neerwaarts in zijn bouw. Kan ook iets edeler in zijn rasuitstraling. Heeft wel een verticale hals met een toch wat zware hoofd-halsverbinding. In de bovenlijn moet deze merrie meer aangesloten zijn, met name het lendengedeelte is week. Merrie heeft wel voldoende lengte in het kruis, maar het kruis is erg hellend. Het beenwerk zouden we toch graag ook iets droger zien, is in het achterbeen erg gehoekt. De stap is takmatig en voldoende ruimte. In draf heeft deze merrie een goede buiging in het achterbeen. Laat ook voldoende souplesse zien, maar mist in draf de oprichting en heeft een erg slingerend voorbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 7, height at withers is 165. A mare that could show more racial type. She's very downhill built with a short foreleg. She has a vertical neck but a very heavy head-neck connection. Her upper line is very weak, especially the loins are weak. The croupe has enough length but is very sloping. The quality of the legs is sufficient but the hind leg is very sickle hocked. In walk she is regular and has long strides. In the trot she has a good bending in the hock and good suppleness, but she must trot more uphill. Today we take her in the stud book without a premium.
Ja. Dat ding de beide die vader. Nee, zeker wel. Dus ik die heftrek zitten. Dat ding was weg, hoor. Ja? Nummer 8 en nummer 9 zijn afwezig. Dit is de uitslag van nummer 10. Mary met een schofthoogte van 1,62 meter. Zijn 6-jarige Mary, langgelijnde Mary met een horizontale romprichting. Die wel iets meer rasuitstraling zou kunnen hebben. Ook iets meer, iets edeler in het hoofd kan. Ook iets meer behang kan hebben. Heeft een voldoende lengte in de hals. Ook een goede schouder. Maar die heeft een erg sterke bovenlijn. Met name op de lendenen. Het kruis is van een goede ligging ook met voldoende lengte. Het beenwerk is voldoende droog, is wel iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat deze Mary wel een regelmatige stap zien met voldoende ruimte, maar mist daarbij de buiging in het spronggewricht en ook het ruggebruik in de stap. In de draf draaft de Mary met voldoende ruimte, maar zou iets krachtiger kunnen draven. Ook iets meer balans in de draf kunnen laten zien. Deze Mary wordt vandaag zijn stamboek zonder premie. Number 8 en number 9 are absent. This was number 10. Mare with a height at withers of 162. A long line mare with sufficient racial type. She can be a little bit more nobler in her head. She has a little mane. Her neck is long enough. Mare with a good shoulder. Mare has a very strong upper line, especially on the loins. The croup is good with a good length. The legs are sufficient quality, a little sickle hocked in her hind leg. The walk is with sufficient long strides, but she can show more bending in the hock and more use of her upper line in the walk. In the trot, she has it's sufficient, but can show more power and balance. This mare is in the stud book without the premium. Ja.
De uitslag van nummer 11. Mary heeft een schofthoogte van 1,61 meter. En Mary met een goede rasuitstraling heeft een edel hoofd, ook veel lengte in de hals. Mary zou in de bouw toch opwaartser gebouwd kunnen zijn. Mary heeft een goede schouder met voldoende lengte. Is ook voldoende in de bovenlijn. Zou op een rug misschien iets sterker kunnen. Mary heeft ook een goede lengte in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Hoeven zouden iets royaler kunnen. In stap, deze Mary stapt wel met voldoende ruimte, ook met voldoende takt. Zou wel iets actiever door kunnen stappen. De draf is voldoende krachtig, ook met voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou meer oprichting kunnen laten zien. In stap heeft deze Mary voor een erg Franse bewegingsafloop. En vandaar dat deze Mary vandaag gewoon opgenomen wordt in het stamboek zonder premie. The result of number 11, 5-year-old mare, height at withers is 161. A mare with a good racial type, a noble head, long neck. She's a downhill build. Mare has a good shoulder and a sufficient upper line with a long croup. She has the quality of the legs is sufficient. She has the hoofs can be a bit bigger. In the trot, she has sufficient power, also a good bending in the hock, but she can trot more uphill. In the walk, she has a good length of the stride, but she can show a little more bending in the hock. And in the front leg, she is very much throwing out. Today we take her in the stud book without a premium. Nummer 11 was de laatste Mary van deze keuring. We hebben een hele plezierige keuring gehad met heel goed keuringsweer. Ook met goede resultaten, denk ik. Wat ik mij nou bedenk, ik denk dat we de eerste premie Mary nog terug moeten zien. Dat gaan we dan nu ook eerst doen voordat ik de keuring afsluit. Voor de zekerheid gaan we de eerste premie Mary terugzien. We gaan ervan uit dat de centrale keuring doorgaat, maar mocht dat niet gebeuren, dan hebben we hem in ieder geval teruggezien. Dus we gaan nu eerst de eerste premie Mary terugzien in de ring. Dat is nummer 2, Yara Jede. En ze komt nu voor de tweede presentatie. Beetjallingen. Thank you.
even drinken. Ja. Rennen aan. Met de tweede presentatie van nummer 2 zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze keuring. We willen iedereen bedanken voor de medewerking, de familie De Boer voor de gastvrijheid en mijn collega Wil Thijssen voor de plezierige keuring. We willen u ook graag uitnodigen voor de volgende keuring en die is op 4 juni bij Stal de Mersken. En we hopen u daar terug te zien en bedankt voor het kijken. To our viewers from abroad, thank you for joining us. We hope to see you at the next inspection.
It's on the 4th of June at Stal de Mersken. I will thank my colleague Will for the good cooperation during the judging, and we hope to see you next time.